zo. Doei. Dag. Nou, Erik kan een tent bijzetten. Ze zei jullie liever bij me dan een caravan slaapt natuurlijk. Heeft die artikel al gelezen? Weet ik niet, maar ik heb hem meegenomen. Mannen, hoeveel paarden heeft Erik eigenlijk? Hij heeft me wel rondgeleid, maar het enige wat ik toen de hele tijd dacht was, wat is dit een leuke manier van vakantie vieren. Gaat dat eiland en die paarden. Jij hebt hem niet met paarden. Nee, maar jullie wel. Hij heeft hem zo van 18. Is dat haar foto, hè? Ben jij sneaky, zeg? Wat? Eerst zeggen dat je niks van jongens moet en nu wil je me mee zien. Wat is dit nou weer voor kinderachtige opmerking? Nou, Kiki, paarden kun je tenminste vertrouwen. Je hebt me staan afluisteren, Tess. Nou, vriendinnen praten gewoon hard. Mam! Tess. Ik doe helemaal niks. Mam, zou Rakker het leuk vinden tussen al die andere paarden? Hij kunt je beter afvragen of die andere paarden jouw kabouter in de buurt willen hebben. Je bent gewoon jaloers dat je paard dood is. Waar ze lekker met papa op vakantie gegaan was. Dat er tenminste rust aan komt. Oké, dames, zullen we het even gezellig houden? Het is hartstikke leuk. Kijk nou.